heel vaak de vraag van verzamelaars of zij misschien ook via de museumdepotshop stukken kunnen verkopen. Daarvan hebben we heel lang gezegd, nee, dat doen we niet. We willen echt alleen maar musea en we zijn namelijk een non-profit stichting. Maar omdat we toch steeds de vraag kregen, hebben we nu een nieuwe webshop die we aan het oprichten zijn, namelijk collectioneurs.nl. En hier worden stukken van particuliere verzamelaars aangeboden voor het publiek. De webshop lanceert in september en ik ga je nu alvast een paar stukken laten zien van die wij in de collectie gaan verwachten. Een van de collecties die wij in september zullen aanbieden zijn stukken uit de collectie van Jan Six. Dit is bijvoorbeeld een prachtige secretaire uit zijn collectie. Zo gaat hij open. Prachtige laadjes. Nog een laadje. En weer dicht. Nou, hier zijn nog een aantal stukken van uit de collectie Jan Six. Hier zie je een aantal prachtige kandelaars. Dit zijn bijvoorbeeld kandelaars uit de periode van Louis XVI. Prachtig 17e eeuw schilderij. Dit is een stilleven toegeschreven aan David Cornelis de Heem. En dan heb ik hier nog een eentje die is een beetje verstopt. Kijk eens. Een charmant beeldje van Hermes. En nou, we hebben hier ook allerhande mooie keramiek, charmant theepotje. En zo zijn er nog veel meer prachtige stukken die je kan verwachten in september. Dus houd de shop in de gaten.